Hallo iedereen, ik ben Hugo van Leemputten van Gods Ambassade. De film die we gaan bekijken is een prediking van Jan Sjoerd Pasterkamp, die nu kort geleden in 2020 naar de Heer is gegaan. Dit is een prediking van december, de laatste keer dat hij in België was. En hij sprak over een geweldig onderwerp, de twee bomen. Het was zoals altijd fantastisch, briljant, door Gods geest geleid. En ik hoop dat u ervan geniet. Jan Sjoerd was voor ons een geweldige coach, vader, vriend. We hebben steeds enorm van hem genoten. En we hebben het voorrecht gehad om nog van hem, hem nog te kunnen bezoeken, net voor hij voor naar de vader ging. Geniet ervan. En we zullen hem later terugzien bij onze hemelse papa. Hij is in vele opzichten voor veel jonge mensen onder ons geschiedenis, want hij heeft in de geschiedenis heel wat gedaan. En hij is ook heden en toekomst. Een kerel waar velen enkel nog maar in boekjes kunnen over horen en weinig kans hebben om hem in levende lijven te zien. En Jan Sjoerd is vanmorgen met iemand die hem gevoerd heeft, die meneer die van achter zit, naar hier gekomen. Heel hartelijk dank voor het rijden. En Jan Sjoerd, we heten u welkom. Ook misschien nog eventjes, de meeste mensen van de gemeente kennen de omstandigheden. Kobi is ziek. Jan Sjoerd zal er nog wat meer over vertellen. Maar alleszins, Jan Sjoerd, van harte welkom. En we gaan genieten. Is dat met de headset, man? Of... Heel hartelijk dank, Hugo, voor je warme welkom. Ik heb er erg naar uitgezien om vanochtend bij jullie te zijn. En ik ben heel blij dat mijn lieve broer Harry Kool, daar zit achterin, meegekomen is en we zijn samen. Ik ken Harry al jaren, hij komt uit de gemeente in Rotterdam. En hij had jaren geleden darmkanker. En op een avond in het ziekenhuis was ik bij hem voor hem gebeden. Samen naar hier gegaan. En altijd als ik Harry zie, denk ik aan dat moment. Zo'n aanraking van de Heer, zo'n tegenwoordigheid van de Heer. En Harry is heel speciaal. Ik denk dat u het dus allemaal gehoord hebt wat er gebeurd is met Kobi. Al enkele maanden lang knokte ze met pijn in de onderbuik. En natuurlijk gebeden, ook onderzocht door de artsen. En die zeiden dat zijn galblaasproblemen en ook galstenen, maar nog niet serieus genoeg om te gaan opereren. We zijn een paar van die vrienden geweest, dat mocht ook van de arts. En dat ging allemaal prima. En toen we terugkwamen met papa die geneden, toen werd Kobi behoorlijk ziek. Is 3 weken lang echt heel erg ziek geweest. Onderzocht, allerlei testen, allerlei onderzoeken. En op een gegeven moment kregen we een telefoontje van het ziekenhuis. Onmiddellijk komen naar het ziekenhuis. We zijn heen gegaan. Gerrit en Lydia de Groot waren bij ons. Die middag. Mensen gaan kennen. En daar zat de arts, inderdaad, galproblemen, geïnfecteerde galblaas, maar het is meer dan de hand. Die heeft alvleesklierkanker. En dan zakt even die wereld weg. Zo hoort, ik weet wat dat woord betekent. Medisch gesproken een van de ergste soorten kanker. En medisch gesproken eigenlijk heel weinig hoop. Maar Kobi is zo dapper, zo moedig, zo mooi. En ze is net nu haar chemokuur begonnen. Deze week voor de tweede keer. En ons vertrouwen is op de Heer, op zijn genezing. Er wordt veel voor ons gebeden. En onze ogen zijn op de Heer, hoewel Kobi een medisch traject gaat. En onze ogen op de Heer.
En Kobi zegt, ik geloof dat mijn taak nog niet klaar is om samen met jou onze roeping af te maken. Daar ga ik voor. En daar zijn we heel, heel blij mee. Hartelijk dank voor jullie liefde, voor jullie gebed. En dat is ook natuurlijk de reden dat Kobi niet bij me is, maar thuis. Onze oudste, een van onze oudste kleinkind is bij haar vanochtend. Een meisje van 18 jaar. En zo is het niet alleen. Ik ga met jullie iets delen vanochtend. Misschien heb ik het wel eens in een bepaalde opzet eerder gedeeld. Ik heb het niet te kunnen terugvinden in mijn aantekeningen. Maar ik ga vanochtend iets delen dat ik door de jaren heen heel veel over gesproken heb. Twee bomen in het paradijs. Een prediking waar ik enorm veel reacties op gehad heb. En wat zo'n sleutel geworden is in onze eigen levens. In onze eigen wandel met de Heer. Twee bomen in het paradijs. En wat dat betekent. Ga eens met me mee naar Genesis hoofdstuk 2. Ik denk dat het niet te moeilijk is om dat te gaan vinden. Genesis hoofdstuk 2. Vers 9. Vers 8 en 9. Genesis 2 vers 8 en 9. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen. Begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof. En de boom... Opletten door deze woorden. De boom van de kennis van goed en kwaad. Niet alleen de kennis van het kwade, maar het noemt de kennis van goed en kwaad. Later zegt hij hem zo daarvan. Als je daarvan eet, zul je sterven. God is geest. Voor ons een moeilijk begrip, maar de Bijbel zegt God is geest. En ik vind het heerlijk om met jonge mensen te werken, vooral met studenten. Dan kun je van die hele diepe vragen krijgen. Uitdagend. Ja, God is geest, allemaal zo spookachtig. Het begrip geest is helemaal niet spookachtig. Onzichtbaar. Ik ga eens een paar dingen noemen uit voor ons die onzichtbaar zijn. Wie van u heeft wel eens liefde gezien? Niemand. Wie heeft de uitwerking van liefde gezien? Ja. Maar liefde op zich, komt het in poedervorm? In korreltjes? Vloeibaar? Bij mij komt het in een blok van 10 ton beton. Toen ik Kobi zag. Niemand heeft ooit liefde gezien. Maar om daardoor te zeggen liefde bestaat niet, zou een hele dwaze opmerking zijn. Liefde is zo reëel. Wie van u heeft wel eens haat gezien? Nee, de uitwerking van haat. Ja, helaas. In Papua-Nieuw-Guinea, in onze tijd als zendeling, hadden we een openluchtsamenkomst op een avond. En opeens hoorde ik van het weggekind daar vlakbij een gejoel, een gekrijs en een geroep. En ik had zelf de microfoon. En opeens kwam er een hele groep jonge mannen met stukken hout en ijzeren pijpen en allerlei dingen schreeuwen. En liepen naar me toe. En die hissen eruit. Zijn er tolai mensen in jullie groep? Tolai is een bepaalde stam die daar woonde, werkte en woonde. En ik ging in mijn gedachten, goddank, we hebben een paar tolai's, maar die zijn niet gekomen vanavond. Soms kan het goed zijn om niet naar de samenkomst te komen. En ik zeg, ik ben hard in tongen gaan bidden. Ik ga spreken en ze liepen weg. 200 meter verder hebben ze een tolai gevonden. Die hebben niet overleefd. Ik ben tot havermout geslagen. En dan kom je een haat tegen.
zo intens, zo in diep, die me één verlangen heeft om te doden. Om te zeggen, haat bestaat niet, zou het dwaas zijn. Het zijn grote, grote krachten, maar onzichtbaar. Denk eens aan de hele IT-wereld, de computerwereld, de telefoon. Ik denk dat we allemaal wel een mobieltje hebben. En wat voor signalen gaan hier momenteel door deze ruimte? Ik stuur een sms'je naar Zuid-Afrika, naar mijn zoon. 2 seconden later heeft hij het. Ik kan zeggen, oh, ik zag het voorbij komen. Je ziet het niet. Maar zo werkelijk, zo door en door werkelijk. Radioactieve straling. Je ziet het niet, maar het bestaat wel. Onzichtbare dingen zijn groot. Ons hele leven is vol van onzichtbare dingen. En dan te zeggen, God is geest, allemaal zo vreemd, is helemaal niet vreemd. God is geest, voor ons is Hij onzichtbaar. En God begon te scheppen. Als je de schepping kijkt, is zo mooi. De Bijbel zegt, Hij begon met scheppen in de voor ons onzichtbare wereld. Die er is. En dat is vooral wat wij kennen vanuit de Bijbel, de wereld van engelen. En van wat er in de hemel afspeelt. God begon met het scheppen van een prachtige, onzichtbare wereld voor ons. Daarna begon God te scheppen in de zichtbare wereld. 6 dagen lang. En God schiep de natuur, de wereld rondom ons heen. Ik heb in een van mijn Bijbels een prachtige foto liggen van een grote baai in Australië met prachtig wit zand, blauw water, overhangende palmbomen. Zo mooi. God schiep dat. God schiep een zichtbare wereld. En toen schiep God een mens. En God maar pakken, nam stof van de aarde en vormde het lichaam van de mens. Ik vind alles zo mooi. Ik ben met mijn medische geschiedenis nogal vaak thuis geweest. En het viel me op hoeveel advertenties er waren op tv over rimpels weghalen. Rimpels die te maken hebben met oud worden. En als je die rimpels weghaalt, die crème gebruikt, heeft hij 85% minder rimpels. Hoe ze dat weten, weet ik niet, maar goed. 85%. En als je dat gebruikt, dan ziet hij er jonger uit. Ik zou zeggen, gebruik het lekker, maar ik ga profiteren. Je wordt toch oud. De mens is stof, het lichaam is stof. En dan komt er iets, gebeurt iets. God blies zijn adem in. Zijn adem in de schepping aan. En Adam werd een levende ziel. Prachtig. God schiep blies zijn leven, zijn levensadem, zijn geest in Adam. En Adam werd een levende ziel. Ziel is een begrip in de Bijbel van de mens die in het lichaam woont. Gewoon de mens in zijn totaliteit. En Adam werd een levende ziel. En dat betekent dat de bron van zijn leven, de kern van zijn innerlijk leven, was Gods geest. Gods leven, Gods adem. En de mens zou leven van binnenuit. Vanuit het leven dat van binnenuit komt in de geest, zou de mens gaan leven. En toen God dat deed, had dat een hele speciale betekenis. De mens had een lichaam en met dat lichaam kon de mens leven in de natuurlijke wereld en ervan genieten en daar leven. Dat kennen we allemaal. Maar de mens had nu ook een geest. Gods geest. Gods levensadem. In de mens. Gods eigen leven. In de mens. De mens kon in het natuurlijke leven, maar God gaf in de schepping de mens ook een bekwaamheid en mogelijkheid om in geest te leven.
om te leven in de dimensie van God. Om daar contact mee te hebben. Je daarin te kunnen bewegen. Dieren kunnen maar in één dimensie leven. Honden, olifanten, welk dier je ook noemt, kunnen alleen maar in een natuurlijke wereld leven. Misschien dat ze gevoelig zijn voor de geestelijke wereld, maar daar kunnen ze niet leven. Maar de mens is geschapen door God om in beide dimensies te kunnen leven. En te kunnen functioneren. De natuurlijke en de geestelijke. En Adam deed dat. Adam wandelde met God in het paradijs. Adam sprak met God. Adam zag God. Adam had heel intiem contact met God. Prachtig. Hij leefde in het natuurlijke, in het paradijs. Maar ook in het geestelijke, in zijn relatie met God. En God plaatste in het paradijs twee bomen. De boom van leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. En die boom des levens was niet zomaar een boom met vruchten, dat was Gods eigen leven. Die boom, de boom des levens, was Gods eigen leven. Engelen hebben eeuwig leven, in de zin dat zij eeuwig leven hebben vanaf het moment dat ze geschapen zijn. God heeft het niet, God heeft eeuwig leven. Hij is niet geschapen, het is geen begin, het is geen eind. Gods eigen eeuwige leven was in die boom. En Gods plan was dat de mens zou eten van die boom. En door te eten van die boom, die geest binnenin voortdurend voeden met het leven van God. Elke keer als Adam even naar de boom des levens zouden gaan en zouden eten, zouden ze hun geest, hun innerlijke mens, voeden met het leven van God. Heel interessant, het leven van God zouden ze ontvangen door te eten. Ik vind het heel interessant. Zo schiep God de mens. Er was nog een boom van kennis van goed en kwaad. En God zegt, als je daarvan eet, zul je sterven. We weten allemaal wat gebeurd is. Adam en Eva hebben van de verkeerde boom gegeten op een gegeven moment. En werden afgesneden van God. Zij stierven in de geest. En dat betekent dat het geestelijk leven in hen niet langer contact kon maken met God. En het geestelijke leven in hen als het ware dood ging, stierf. En de mens had alleen maar een mogelijkheid om verder te gaan door in het natuurlijke te gaan leven. De mens was veroordeeld om in het natuurlijke te leven. En de mens kon niet langer leven in de geestelijke wereld van God. Tragisch, tragisch, tragisch. Maar God had de mens zo lief. Dat hij toch de mensen op het goede weg wilde brengen. En God gaf de wet, regels, voorschriften voor het leven. En die kwamen tot de mens van buitenaf. Iemand las die voor, iemand schreef die op. En die gaf je dan de wet, de regels. Maar oorspronkelijk was het niet zo. Oorspronkelijk was het dat de mens leefde van binnenuit. Door een diep, diep innerlijk. Contact met God, maar in de zondeval raakte de mens dat kwijt. En de mens kon alleen maar in het natuurlijke leven. En die dimensie van het geestelijke leven was de mens kwijt. Ik ga een grote sprong maken. Jezus kwam om dat te herstellen. De wedergeboorte. Toen ik dat ging zien, zo boeiend. En als je eenmaal iets beseft van die geestelijke wereld, hoe reëel het is. Dat betekent niet dat je de hele dag er maar allerlei dingen ziet en hoort. Maar er zijn momenten dat die wereld zo reëel is. Door de genade van God heb ik twee keer engelen gezien. En dan zie je opeens iets voor je. En dan zijn ze daar. En een daarvan sprak me, zei iets tegen mij wat heel veel voor mij betekend heeft. En dan denk je, besef je, dit is die geestelijke wereld. Op het moment dat ik met Hardy Kool bad in Icacia,
ziekenhuis in Rotterdam. En opeens die kamer zo gevuld wordt met de tegenwoordigheid van God. Zo gevuld wordt met zijn aanwezigheid. Dan ben je in het gebied van de geest. Heerlijk. En dat te gaan leren. Maar ik ga ze wat vertellen van die boom van kennis van goed en kwaad. Want daar ligt ook een groot probleem. Die boom was de kennis van goed en kwaad. Dus er was ook kennis van het goede. En de grootste vijand van het geestelijk leven dat de mens kan hebben met God, was die kennis. De kennis van het goede. En er zijn heel veel mensen die proberen alles goed te doen. Alles zoals het hoort. Ja, ik ga toch altijd naar de kerk. Ik geef toch mijn tiende. Ik ben toch aardig voor iedereen. Ik help iedereen toch. Ik ben toch een goed mens. Ja, je bent een goed mens. Ja. Stop, ga er alsjeblieft niet mee stoppen. Maar de mensen denken dat het goede te doen, dat het leven in de geest is. En dat is het niet. Je kunt je hele leven lang goede dingen doen. En toch geestelijk sterven. Het leven met God is een totale andere dimensie. En altijd weer kom je mensen tegen die bezig zijn met de kennis van goed en kwaad. Ik heb er hele leuke voorbeelden van. En jaren geleden toen ik nog zendeling was in Papua-Nieuw-Guinea, was ik in Nederland voor een kort bezoek. En een man die kwam naar me toe. En die zei tegen mij, broer Jan Sjoerd, ik hoop dat je onze zusters in Papua-Nieuw-Guinea wel leert lange haar te hebben. Ik zei, wat bedoelt hij? Ik wil degelijk wat hij bedoelde. Wat bedoelt hij? Ja, de Bijbel zegt, vrouwen moeten lange haar hebben. Ja. Weet u hoe vrouwen in Papua-Nieuw-Guinea eruit zien? Dat wist hij niet, dat kon hij ook niet weten. Nou, je kent Surinamers met hun dikke kroeshaar. Vrouwen in Papua-Nieuw-Guinea hebben nog dikke kroeshaar. Heel dik kroeshaar. En als die lang haar groeien, dan gaat het naar boven. Die hangen langs je gezicht, kan niet. En die vrouwen leven in het binnenland, waar geen goede badmogelijkheden zijn. Ze wassen zich in de rivier met wat kokosnootzeep. Als vrouwen lang haar zouden hebben, daar, dan wordt die grote bos lang haar een tweede blijdorp, dierentuin. Ik heb als iemand de handen opgelegd voor de doop in de Heilige Geest. En onder mijn handen kroop een kakkelak het haar uit. En de persoon sprak in tongen. De vrouwen hebben hun haar heel kort. In het binnenland de Papua-Nieuw-Guinea. Dat is de enige manier waarop ze dat kunnen overleven. Oh, zei hij, dat wist ik niet. Ik zei, nee, neem ik u ook niet kwalijk. Dat ik dat niet wist, maar zo is het daar. Dus die uitspraak van Paulus moet toch een iets andere betekenis gehad hebben. Maar mensen houden zich bezig met de lengte van het haar. En denken dat ze daar God mee behagen. Nou, God heeft wel wel beter interessante dingen om daar mee bezig te zijn. Toen wij vanuit na Papua-Nieuw-Guinea zendelingen in Japan waren, zijn we naar Australië gegaan. Dan ben ik voorganger geworden in Australië. En mijn oudste zoon, ja, toen ging door een moeilijke tijd heen. Hij was 18, 19 jaar oud. Die ging gewoon door een moeilijke tijd heen. We weten nu ook waarom het was. Maar hij kwam wel zondags naar de kerk. Ik had hem gezegd, Mark, zolang je thuis woont, ga je wel zondag mee naar de kerk. En ik was nog maar net in die gemeente en toen kwam een vrouw naar me toe. En ze zei, Pastor John, zo werd ik genoemd in het Engels. Die brede blonde jongen die er staat, die forse blonde jongen met het lange haar. U weet net mode. Dat is toch uw zoon, hè? En de manier waarop het gezegd werd, dat lange haar. Dat net in de tijd dat mannen allemaal lange haar begonnen hebben. Ja, is mijn zoon. Hij zegt, mijn zuster, Paulus sprak hier toch over? Ze zei, wat bedoelt die pastor John? Ik zei, Paulus sprak hierover.
En in haar hoofd zag ik Romeinen 1 Korinther, 2 Korinther, Galaten 7, 4. Welke tekst bedoelt u? Paulus zei toch tegen de Thessalonicenzen: iedereen bemoeit zich met zijn eigen zaken. Ik kan zo boos worden omdat ze dat opmerking heeft. Mijn zoon had moeite om de Heer weer te vinden. God dank, heb ik God die heeft een machtige manier weer gevonden. Alsof God meer geïnteresseerd is in de lengte van zijn haar in zo'n moment. Dan in het hart van zo'n jongen. Dat is mijn God niet. Zijn die dingen niet belangrijk? Blijkbaar niet. In dat soort dingen heb ik. Ik heb er nog een paar staan. In Amsterdam, in de gemeente, kwam een jongen naar me toe. Die is mijn omgekeerde naamgenoot. Sjoerd Jan, heet hij. Stembestuurder. En hij was er neergekomen. Een grote, brede vent. Reed een Harley Davidson motorfiets. Prachtige motorfiets. En zijn arm bovenarm waren ongeveer 4 keer de maat van mij. En toen zei hij: mag ik een vraag? Ik zei natuurlijk. En hij rolde zijn mouw op. Ik heb een foto hiervan. Een prachtige grote tatoeage. Een doornkroon. 3 spijkers. Druppels bloed. En dan die tekst: dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dat vergoten wordt voor velen. Dat vergeet ik. Dat past allemaal op zijn arm. Hij zei: hoe vindt u het? Ik vind het een hele mooie tatoeage. Hij zei: er zijn christenen geweest die hebben gezegd: ik ben nu onder de vloek omdat ik een tatoeage heb. Wat zegt u ervan? Ik zei: dat zeg ik niet. Hij zei: wat vindt u van die tatoeage? Ik zei: Sjoerd-Jan, het is jouw verantwoordelijkheid. Jouw lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Als jij gelooft dat je dit kan doen om een getuige te zijn voor de Heer, het is tussen jou en de Heer. Als het is zo is, als we met al die Harley Davidson lui gaan rijden, komen ze bij me, zoals jij nou op je arm staan, en ze komen dichtbij, kunnen het lezen. En dan lezen die tekst en gaan getuigen. Prachtig. Hij zegt: ik wil namelijk op mijn andere arm ook een tatoeage zetten. Wat denkt u van? Is het goed? Ik zeg geen ja, ik zeg geen nee. Het is tussen jou en de Heer. Ja, maar die teksten over tatoeages, die hebben te maken met andere goden aanbieden. Hij zei: oké, ik ga het proberen. En een week of 2, 3, daarna kwam hij. Brutte Jan, ik heb mijn antwoord. Ik heb mijn antwoord. Zullen we dan? Hij zei: openbaar 19 van 16. Die openbaar 19, dat is de ruiter op het witte paard. Van 16. Er staat: en op zijn dij stond geschreven: koning de koningen, Heer de Heer. Ik moest wel lachen. Op zijn dij stond geschreven. En er zijn christenen die meteen veroordelen op dat soort dingen. Ik zeg niet dat het goed is, ik zeg niet dat het slecht is. Je hebt een eigen leven met de Heer. Alsof dat het evangelie is. Kennis van het goede. En ze denken dat ze kennis van het goede hebben. Maar geestelijk sterf je. Als je je daarmee bezighoudt, ga je geestelijk dood. Ik heb nog wel een paar verhalen. Het is al heel lang geleden deze. Ik was ook in Nederland op een kort bezoek. Het was na de samenkomst een discussie of een spijkerbroek op zondag op het podium wel kon. Maar een maand daarvoor was ik in West-Irian geweest. Heel ver in het binnenland. Maar de mensen, de mannen, allemaal alleen met een penis koken hadden. Een bamboe stukje op mijn buik. Een paar bladeren achterop, die bips. En een koker op je mannen geslacht wil gaan. En zo komen ze naar de kerk. Ik heb me twee gezien met een korte broek. De rest was allemaal in oude inheems. En hier zaten ze een discussie te voeren over spijkerbroeken op zondag op het podium. En het enige wat ik zag in mijn gedachten was die kerk in West-Irian. Dan weet je wel, een andere cultuur. En uiteindelijk besloten ze: nou, een spijkerbroek op zondag op het podium kan wel, maar een grijs pak is toch beter. Ik denk, lieve mensen, als je daarmee bezighoudt, het lijkt zo goed, je geestig gaat dood. Het heeft geen enkel nut.
daar heel veel in. Ik ga er één noemen. In Australië, in de gemeente waar ik voorganger was, kwam een jongen tot de Heer die was heel diep betrokken in satanic rockmuziek. Duivelse rockmuziek. Hij kwam toen heel krachtig tot bekering. Een keer met hem gepraat en toen zei hij, pastor John, ik denk niet dat u precies begrijpt uit welke wereld ik kom. Ik heb een hele hoop, een tijdje die grote grammofoonplaten, heel lang geleden. Dus ik heb alle grammofoonplaten vernietigd, maar die mappen eromheen, die heb ik nog. En die heb ik meegenomen, kunt u die eens doorkijken. En dan heb ik misschien enig idee uit welke wereld ik kom. Dat heb ik gedaan. Ik heb al die mappen doorgenomen, sommige waren ook. Het boekwerk. En ik ben me te pletten geschrokken. Wat daar was. Wat daar bezig was. De taal. Ongelooflijk. Er was één liedje. Ik vond het vreselijk om het zelf te noemen. Ik vind het heerlijk om met mijn auto door de straat te rijden. En kleine kinderen dood te rijden. En hun bloed de motor te zien. En dan ben je wel ver weg. Ver weg. Afgrijzelijk. En ik heb er toen op een zondagochtend iets over gezegd in de samenkomst. Dat werd opgepikt door de plaatselijke krant. Die had er iets over gepubliceerd. En dat werd opgepikt door een soort Australische telegraaf, zoals wij de telegraaf hebben in Nederland. En de hele pagina vol. En eigenlijk was het best wel een goed artikel. En toen was er een christelijke rockband, die heette Striper. Wie kan ze dat dan in strijpen? Zijn we zo oud al? Oké. En de strijper kwam naar Australië, allemaal wedergeboren jongens, om een concert te geven. En ik werd opgebeld door het tv-station. Dominee, zou u op onze kosten naar dat concert willen gaan? En dan gaan wij na afloop voor de Kamer uw mening vragen. Ja, doei. En ik kwam in die zaal en... beneden was alles geen stoelen, alleen maar staanplaatsen. En er was een balkon, daar mocht ik dan zitten. En er was ook een baptistenpredikant, met z'n tweeën waren. En toen begon het concert. Luide muziek. Toen bijna een halve dag geduurd voordat ik een beetje weer kon horen. Maar ik had wel genoeg gehoord van rockmuziek in die tijd. Om dat te zien, dat het wel heel knap was wat ze deden. En toen op een gegeven moment stopten ze. En gingen ze getuigen en deelden ze bijbels uit. En die lui daar beneden, die paar duizend lui, die vochten elkaar bijna dood om een bijbel te pakken te krijgen. Toen zeiden ze, we gaan nou één nummertje spelen voor de twee oudere mensen die ons midden zijn. Dat was een mooi stukje. Nou, leuk, maar het tweede stukje was zo luid als mijn gang. Hoe doen ook. Na afloop de tv. Naar die baptistenpredikant. Wat denkt hij hiervan? Hij zei, dit is, en dan pakte ze de Bijbel uit Openbaring, dit is wat Johannes zegt in Openbaring, dat hij zag een put en uit die put kwamen wezens, geestelijke wezens, die vrouwen lange haar hadden. Dit zijn demonen uit de put. Ik stond bijna de grond in. Is dat alles wat je te zeggen hebt? Toen kwam de kamer naar mij toe. Ik zei, ik ben zo blij. Dat bij de poort van de hel nog steeds iemand staat om voor Jezus te vertellen. Dan kunnen we zoiets zo afkeuren. En na afloop zeg ik met die tv-mensen te praten. Zei ze, dominee, we hebben ze allemaal gehad. Al die rockgroepen van die tijd. AC/DC, noem ze allemaal op. We hebben ze allemaal gehad. De ene was nog gekker dan de andere. Wat een heerlijk, gezonde, nuchtere jongens aan dit. Die zo hun evangelie delen. Nee, goed zo, Strijper. Goed zo. Maar er waren mensen die het afkeurden. Dat klopte niet volgens hun boekje. Kennis van het goede. Wat brengt het christendom voort? De dood. De dood. De boom van kennis van goed en kwaad. Het lijkt zo goed, maar het brengt de dood. Terug naar toen het oud ging. De mens kon niet langer leven in en door de geest. Hij werd veroordeeld om te leven in de natuurlijke. En toen kwam Jezus.
En voor de eerste keer liep iemand op aarde die in beide dimensies leefde. In het natuurlijke en in het geestelijke. Jezus zei, de Vader niet van één. Ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. En hij was zo comfortabel in die geestelijke wereld. Hij leefde in het natuurlijke, maar ook in het geestelijke. En dan de Heer Jezus sterft, stierf een kruis om ons te verlossen, te vergeven. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Door de Heer Jezus, zijn dood en opstanding, krijgen wij, zegt de Bijbel, een nieuwe geest. Een nieuwe geest. Een levende geest. Onze geest wordt levend door het leven van de Heer. En wat Adam en Eva verloren, krijgen wij terug. Leven in de geest. Ik krijg een geest in mijn binnenste, diep in mijn binnenste, waaruit ik kan functioneren. Die een geestelijk leven voorbrengt. Die een bovennatuurlijk leven voorbrengt. Die mij binnenleidt in Gods wereld. Zo mooi. En een van de problemen is, we hebben al zo lang in het natuurlijke geleefd, dat we moeite hebben om te leren leven in het geestelijke. Maar de Heer gaat je helpen. En niet dat de geestelijke wereld zo spookachtig is, helemaal niet. Maar dan ga je dingen meemaken. Prachtig. In gebed. In het werken van de Heer. In het bidden van mensen. In alle dingen. Dan gaat de geest werken in en door jou. En dan zegt de Heer ook vanuit jouw binnenste zullen komen stromen van levend water. Er zal leven komen. Je kunt functioneren in de geest. Je kunt dingen doen die niet uit het natuurlijke komen, maar uit jouw geest. Dit is zo mooi, zo kostbaar. Hoe werkt dat leven? We gaan nog één stukje leven. Jan 6. Adam en Eva die aten van, moesten eten van de boom. En dan kwam het leven. Johannes 6, vers 63. De geest is het die leven maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Maar het zijn sommigen onder u die niet geloven. Ik ben niet op het goede stuk. Neem me niet kwalijk. Je moet naar 53, geen 63, maar 53. Neem me niet kwalijk. Jezus dan zeide tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, heb je geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die mij eet, leven door mij. Vers 58. Dit is het brood dat uit de hemel gedaald is. Niet zoals uw vader het mannen gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Hoe ontvang je het leven van God? Door te eten. En ik moet zeggen, lieve mensen, toen ik de twee bomen in paradijs begin begrijpen, heeft het avondmaal een ongelooflijke grotere betekenis voor mij gekregen. Want als ik het avondmaal neem, eet ik het vlees van de Heer en ik drink zijn bloed. En de Heer zegt, als je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heb je leven in je. Gods leven. Gods eigen leven
in het gat werken. Ik heb zelf natuurlijk ook nogal een medische geschiedenis achter de rug. En in het ziekenhuis zei een van de medische mensen een keer: meneer Pastoor, u heeft wel een hele sterke geest, hè? Ja, de dokter, een hele sterke geest. De Heilige Geest. Zelfs al gaan we door een moeilijke tijd heen, is het een dimensie die bovenal uitgaat. Die leeft uit de geest. De eerste keer, ik heb het vrouw verteld, dat ik bad voor een zieke. Echt bewust was mijn eigen grootmoeder, ik was 18. Die lag in het ziekenhuis, sterven. Ze zaten rondom mijn bed. Iedereen hele familie wachtte uit tot het moment dat ze zou sterven. Oma werd genezen. Ze heeft nog 7 jaar geleefd. En Jezus aangenomen en doorheen gegaan. Wat een heerlijke dingen te maken mee. De dimensie van Gods geest. Maar het eten van de boom is leven. En het leven van God gaat door je heen vibreren. Gaat door je heen werken. Kan zegen brengen. Ik ga zoveel verhalen kunnen vertellen. Maar ga je dan uitstrekken, Heer. Ik ga eten van uw vlees. Ik ga eten van u. Drinken van uw bloed. Kom in, ik hou het regelmatig samen avond. Maar gaan we samen avond opvieren. We geven brood aan elkaar. We geven de beker aan elkaar. We eten en drinken het vlees en het leven van de Heer. Ook in komen ziekte. We eten en drinken het leven van de Heer. Eeuwig leven. 2 bomen in het paradijs. In Genesis worden er 2 bomen genoemd. In de openbaring de 1 boom. De boom des levens. En weet je wat het zegt in de openbaring van die ene boom? De bladeren zijn tot genezing van de volken. Er gaan momenten komen dat volken genezen zullen worden. We zongen nog een prachtige lied, opwekking. Volken die aangeraakt worden door de Heer. En er zijn plaatsen op de aarde waar we al tekenen ervan zien. Volken die aangeraakt worden. De boom des levens. Tot genezing van de volken. Ik wil graag met jullie gaan bidden. En ga zeggen, Heer, leer mij. Leven in de geest. Iets wat je moet leren. Wie van jullie heeft wel eens meegemaakt dat opeens had je een heel sterk gevoel dat je iets moest doen? Ik denk, ja, ik kan toch niet. Nee. En zo, ik ga erbij. Opeens denk je, ja, ik ga het wel moeten doen. Of opeens heb je een soort drang om voor iemand te bidden. Je kijkt naar iemand erbij en denk je, ik moet eigenlijk voor die persoon gaan bidden. Nou, de mensen wel denken, zoals het midden wil denken. En je doet het niet, en de rest van de dag voel je heel naar. En elke keer als je die persoon ziet, wat denk je dan? Dat is voor je moeten bidden. In de hoofdstad van Papua Nieuw-Guinea was een klein benzinestation waar ik al tankte. Er was een Australische man die de eigenaar was. En op een gegeven moment kwam ik daar en toen zijn vrouw liep met een huilend kindje dat kantoortje op en neer. Ik zei, wat is dat? Zei, mijn kindje, mijn jongetje is al erg ziek. En ik had erg zo strikt, ik ga voor hem bidden. Nou, ik maak hier in een kantoortje. Ik heb het niet gedaan. En het liet me niet meer los. De volgende dag ging ik terug naar het benzinestation. Ik moest met een zoontje. Hij is gisteren naar Australië gebracht. Gemist. Wie kent die ervaring? We kennen ze allemaal. Dat waren momenten dat in de geest iets voelde. Ik heb 1 ding geleerd. Dan verlies ik mijn gezicht maar. Ik ga doen. En in die houding. Heer, dan verlies ik mijn gezicht maar. Ik ga doen. Heb ik echt heel veel leuke dingen zien gebeuren. De mooie dingen. Je leert leven in harmonie met het leven van God. Binnen 1 groot avontuur. Halleluja. En die rivier begint te stromen in België. Die gaat steeds sterker stromen in België. Steeds sterker in Nederland. We gaan er steeds meer van zien. Mensen zeggen het wordt slecht in de wereld. Dat kan waar zijn. In Gods koninkrijk wordt het niet slechter. Je ziet God mooie dingen doen. Prachtige dingen. Vader, deze waarheid is zo kostbaar.
Zo mooi. Zo eenvoudig en zo diep. Eigenlijk zijn menselijke woorden niet genoeg voldoende om het goed te kunnen uitleggen. Maar dit is een zaak van uw geest. En ik vraag u dat deze lieve toegewijde kinderen van God die hier zijn, dat ze zullen pakken. Ik ga eten van de boom des levens. Ik ga eten van het leven van God. En ik ga eten totdat het leven van God in en door mij heen stroomt. En door mij heen naar anderen toe. Heer, ik ga eten totdat ik leef met in twee gebieden. In de natuurlijke, maar ook in het geestelijke. Dank u Hugo en Inge en hun team. En wat u doet hier in België. Deze kostbare, kostbare, lieve gemeente. Waar we zoveel van houden. En ik dank u als er genezing nodig is, roepen. U bent de genezer. U bent het altijd geweest. En u zult het altijd zijn. Ik, de Heer. Uw Heelmeester. Yahweh, Rapha. Ik, de Heer. Uw Heelmeester. Dank u voor genezing nu. Dank u dat u mensen aanraakt. Mensen. Mensen, lieve mensen, er worden mensen aangeraakt. Dank u voor uw aanwezigheid. Uw aanraking. Uw geest. Halleluja. Heer, we prijzen uw naam. Ook onze kinderen hier, die misschien nog u niet volgen met hun hele hart. Ook voor hun, over hun spreken wij een zegen uit. We zegenen die kinderen. Heer, zij zullen u gaan volgen, omdat zij aan u opgedragen zijn. Dank u wel, Heer. Het zal gebeuren. En Heer, hoewel België een moeilijk land is, zeggen mensen, toch zullen we in België een heerlijke overwinning zien. En steeds meer van uw kracht en uw heerlijkheid zien doorbreken. Tot eer en glorie van uw naam. En we prijzen u en eer. Amen. Amen. Thank you.